Naar de politie, want die is vandaag extra alert na de rellen van afgelopen weekend. Ja, wat een overwinningsfeestje voor Marokko moest zijn. Het liep totaal uit de hand in de grote steden. Marokkaanse elftal won van België afgelopen zondag. Maar relschoppers die maakten er één grote ravage van in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. We zien hier de beelden. Nou, gisteren is er al volop overleg geweest tussen politie en burgemeesters. En in alle grote steden worden maatregelen genomen. De Schilderswijk in Den Haag bijvoorbeeld kan sneller worden afgesloten, net als de straten daaromheen. Ook in Amsterdam zijn er veiligheidsrisicogebieden aangewezen. En vanuit de Marokkaanse gemeenschap komen ook veel oproepen. Hè? Gedraag je, imams, jongerenwerkers zeggen dat. Maar ook bekende Nederlanders als bijvoorbeeld Najib Amali. Voor iedereen die straks denkt van, hé jongens, we gaan naar buiten, we gaan een feest vieren. Hou het alsjeblieft bij een feest. Ja, dat is het mooiste wat er is. Als we winnen, vieren we feest. We slopen niet de stad, we slopen niet de wijk, we slopen niet het land. We vieren feest. Ja, en het kan ongetwijfeld ook een heel groot feest worden. Om 4 uur vanmiddag trapt het elftal van Marokko af in die wedstrijd tegen Canada. Als het land de 8e finales bereikt, dat is maar 1 keer eerder gelukt. Nou, we zagen net, de politie die hoopt ook op feest. Maar als het weer op rellen uitloopt, ja, dan zijn ze voorbereid. Ze zijn heel alert. Ze zijn in de wijken om signalen op te vangen. Gelukkig is er nu wel ME direct op de achterhand aanwezig. Want er zit ook een hoge mate van onvoorspelbaarheid in. En dat houdt in dat als mensen zien dat de rellen beginnen via sociale media elkaar op gaan roepen. En dan kan het echt een zuigende werking hebben op rellende jongeren en andere mensen. Nou, Den Haag kan betekenen dat er eens wordt gezorgd dat politiemensen hun tijd in de wijk kunnen besteden. Zodat je dit vroeg hoort, zodat je maatregelen van tevoren kan nemen. Hebben we ME nodig? Kunnen we onze netwerken gebruiken? Net zoals de Marokkaanse moeders die fantastisch werk doen in de wijken. Maar we zijn onvoldoende in de wijken. Dus dan krijg ik de signalen niet. En dan krijg je wat op het Mercatorplein is gebeurd. Ja, dit ging over het Mercatorplein natuurlijk in Amsterdam. Houdt u uw hart vast? Of denkt u dat we nu wel, als u dit zo hoort, goed voorbereid zijn? Ja, maar het is eigenlijk wel toch te gek voor woorden dat wij het er nu over hebben. Of we goed genoeg voorbereid zijn op dat er mogelijk rellen gaan komen. Omdat een land dat voetbalt mogelijk wint of verliest. Ja, ik vind dat echt wel... Ja. Het hoort niet zo te zijn. Ik vind ook dat er echt lik op stuk beleid moet zijn. Er is geen enkele reden om je eigen stad of je omgeving te slopen. Feestje, joh, helemaal prima. Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Maar dat dit nu nog steeds gebeurt, ik vind dat echt, ik vind dat echt ongelooflijk. En ik heb ook geen goed woord voor over. Ik hoop dat er geen rellen komen, maar als die komen hoop ik wel dat de politie gewoon kordaat optreedt, aanhoudingen verricht, schadeverhalen om te laten zien. Als je dit doet, dan zijn dit de gevolgen. Want het is niet goed te praten. Nee, slaat nergens op, hè? Krankzinnig. Ik bedoel, voetbal is leuk meestal, maar dit slaat helemaal nergens op. Nee.